Ah, hey. Dus jij bent Julien. Zeker weten. Hey. Kom erin. Olivier, het wellnessarrangement. Dat is nieuw van jou. Albert, het appartement. Dankjewel. We hebben eigenlijk nog iets erbij geregeld. En dat is, waarschijnlijk ken je Julien van Gevonden op Marktplaats wel. En we willen eigenlijk hij het appartement gaat inrichten met spullen die gevonden zijn op Marktplaats. Dus we krijgen het appartement. Ja. Plus een volledige nieuwe inrichting van spullen gevonden op Marktplaats. Exact. Oh, hier woon je. Dit is mijn huis. Of ja, ons huis, hè, moet ik zeggen. Te gek. En dit heb je ook natuurlijk zelf ingericht. Ja, samen met mijn vriendin hebben we dit ingericht, ja. Ja. Met eigenlijk bijna alleen maar spullen van Marktplaats. En jij gaat ook ons huis inrichten? Zeker weten, ja. Ik ga jullie huis inrichten. Wordt het net zo gaaf? Ja, het wordt denk ik wel net zo gaaf, maar wel een beetje andere stijl. Had ik eerst een soort globaal idee gemaakt van oké, je hebt twee ruimtes. Wat gaan we in de ene ruimte doen, wat gaan we in de andere ruimte doen? Naar mijn moodboards heb ik moodboards gemaakt om voor mezelf een beetje gevoel te krijgen van wat voor sfeer het moet zijn. En op basis van die moodboards ga je dan gewoon echt specifiek de items bedenken die daarin moeten. Dus er moet een hoekbank, er moet een grote tafel, er moet een paar stoelen, er moet een klein zithoekje. Nou, en al die specifieke spullen die ga je dan op de Marktplaats verzamelen. En dat is natuurlijk altijd een uitdaging, want dan vind je zoiets. Je vindt natuurlijk nooit precies wat je bedenkt. Dus je moet altijd een klein beetje marge houden. En dan vind je iets en dan denk je, oh ja, die kant moet het op. En dan moet je een paar andere dingen weer loslaten. Dus dat is een soort puzzel. En die is nu bijna af. Ja, je hebt, bijna alles heb je al wat mee moet naar Duitsland. Ja, ik denk dat we 95% van de spullen hebben. En ik ben op zoek naar een hele simpele, mooie zwarte lamp die in de hoek komt bij een mooie oude schommelstoel op een oud dressoirtje, oud kastje. Daar zetten we een kleine zwarte lamp op hebben en die moeten we nog vinden. Of tenminste, die heb ik nu gevonden, maar ik heb hem nog niet gezien. Kijk, hier is ook de stroomstoring toegeslagen. Hi. Hallo. Kamerin. Ik ben Julien. Aangenaam. Ook last van de stroomstoring. Ja. Kijk. Dat is hem. Ja. Ik kan alleen nu niet laten zien of hij werkt, want stroomstoring. Dus, dus we kunnen niet zien of hij het doet. Nee, maar ja, dat moet je op mijn woord geloven. Dit ziet er echt prachtig uit. Alleen, hij moet volgens mijn pleegvader aangeschroefd worden, omdat de veren al 10 jaar oud zijn. Ja, maar dat kunnen we hier gewoon doen. Ik heb er verder niets aan gedaan, alleen schoongemaakt. Is dit een goede lamp? Ja, dit is echt fantastisch. Ja? Dit is precies wat we bedacht hadden, wat ik bedacht had. In de hoek van het appartement. En deze is echt helemaal hele mooie staat. Dus we halen dit er allemaal uit. Het gaat allemaal weg. Ja, we gaan alles eruit halen. Stefan, ik ga hem gewoon niet door de deur.